Goeiedag, dit is het nieuws van 11 mei 2021. We beginnen met het corona-overzicht. Landelijk is het aantal nieuwe meldingen gedaald naar 5586 en er zijn ook 268 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een verdubbeling. En hoe is het dan in onze regio? Wij gaan de kaart met het aantal inwoners en vervolgens het aantal besmettingen per gemeente. Volgens de RIVM zijn er 412 mensen positief getest en er zijn 8 ziekenhuisopnames. Kijkt u rustig naar uw eigen gemeente. Over het algemeen is er wel sprake van een stijging in de hele regio. Er zijn nu bijna 6,6 miljoen mensen ingeënt en ons advies is natuurlijk, houdt u aan de maatregelen. Den Haag heeft het beleid voor wat betreft demonstraties aangepast. In deze gemeente worden de meeste demonstraties van Nederland gehouden. En de aanpassingen betreffen bijvoorbeeld de plekken waar je wel mag demonstreren. Zo is bepaald dat het centrum met de zogenoemde winkelkerngebied niet geschikt is om te protesteren met meer dan 10 mensen. De burgemeester kan op 3 gronden een demonstratie weigeren. A. Om de gezondheid van anderen te beschermen. B. In het belang van het verkeer en de verkeersdoorstroming. En C. Om wanordelijkheden te voorkomen. De nieuwe regels staan los van de extra strenge regels rond corona. De digitale hulpbalie van de bibliotheek in Zoetermeer helpt mensen bij het maken van een afspraak voor de coronaprik. Dit is vooral bedoeld voor mensen die vragen hebben en niet erg digitaal vaardig zijn. Zo iemand kan dan samen met de hulpbalie contact leggen over het maken van een afspraak en de vragen die er zijn. De hulpbalie in het Forum Zoetermeer is elke vrijdag tussen 2 en 4 uur 's middags open. Neem voor een afspraak wel een ID-bewijs en een DigiD mee. Een 38-jarige man uit Delft is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar. Hij werd neergestoken in het Wilhelminapark in zijn woonplaats. De politie heeft in het centrum een 31-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats aangehouden. Hij zou de dader zijn en werd herkend door de wijkagent aan de hand van de omschrijving van getuigen. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen behandeld. Tot zover het journaal van vandaag. Heeft u nieuws voor ons, foto's en video's van bijzondere gebeurtenissen? U stuurt ze naar redactie@regionieuws.tv, maar via WhatsApp kan natuurlijk ook. Het nummer daarvan is 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.